Volgens mij verloopt de minister-president ook aardig uit de bocht. Dan is het in ieder geval een flink staaltje van oude politiek. Mevrouw van der Plas kreeg te horen dat ze vals was omdat ze het een patroon noemt. Wij krijgen er van langs omdat wij stickers plakken op dingen die gebeuren. De heer Klaver moet zijn eigen inbreng nog maar eens een keer terugkijken. Want de minister-president had zich vandaag voorgenomen, hoorde ik, om er nou eens een keer van zich af te bijten. Waar haalt hij eigenlijk het lef vandaan, vraag ik me af, om zo'n houding aan te meten vandaag? Omdat ik merk, voorzitter, in de samenleving dat men met grote moeite nog naar dit soort debatten kijkt. Omdat mensen in het land, ik ga maar even terug naar de jaren 70. Waarom werd er van de politiek gehouden? Omdat ze zagen, Hans Wiegel en Joop den Uyl, die bestreden elkaar op het scherpst van de inhoud. Maar er was een groot onderling respect. Toen ik in de politiek begon in 2002, ik heb hier debatten gehad als staatssecretaris, later als fractievoorzitter. Mevrouw Marijnissen, de partij, was de oppositieleider, wij waren de tweede in de oppositie. En ook daarna als premier, eigenlijk veruit de eerste 10 jaar... waarin er altijd vanuit een basale relatie van vertrouwen en onderling respect, vanuit de inhoud de zware politieke discussies plaatsvinden. Wat de laatste jaren gebeurt, niet alleen met mij, maar ik zie dat breder nu in de politiek gebeuren, is het opplakken van de etiketten. Je liegt, je spreekt de waarheid niet, je probeert de zaak te verdraaien, je probeert de zaken toe te dekken, et cetera, et cetera. Kleine incidenten die goed uitlegbaar zijn. Hawija, dat hele debat heeft hier plaatsgevonden. Dus van A tot Z hebben we geschetst hoe het gegaan is. En nog steeds wordt er gezegd, hoe kan het nou dat die Rutte dat niet wist? Dat hele debat hebben we gehad in november 2019. En van A tot Z zijn de feiten op tafel gekomen dat het allemaal onzin was. En toch wordt dat nog steeds gezegd. Nogmaals, ik doe daar niet kleinzielig over. Dat is ook de reden waarom ik het meestal laat lopen. Maar ook nu weer, met deze Nokia van mij, vanaf gisteren, alle reacties uit de politiek. Zie je wel, het past in een patroon. En als ik dit zeg, dan zeg ik dat niet alleen voor mezelf. Want nogmaals, ik vind dat ik de dikste huid moet hebben, en die heb ik ook. Ik vind mijn werk prachtig wat ik doe, en ik vind het nog steeds ook prachtig om naar de Tweede Kamer te komen, en nog steeds het grootste respect voor ons parlement en voor iedereen die hier zit. Maar ik merk in de samenleving, maar ook gewoon in de politiek breder, dat hier een verschuiving van waarden, van omgangsvormen met elkaar aan de gang is, waar ik voor waarschuw. Mevrouw Marijnissen. Voorzitter, hoe durft de minister-president ons, of ik weet niet wie hij waarschuwt, maar ons te waarschuwen voor het dalende vertrouwen? Wie is hier nou de afgelopen periode hoofdverantwoordelijke, zou ik willen vragen. De minister-president kan met enige romantiek terugkijken op oude tijden. Dat zal allemaal wel zo zijn. Maar er is hier maar één iemand hoofdverantwoordelijk voor de afgelopen periode en voor dat dalende vertrouwen. En zou dat er misschien, vraag ik, aan de minister-president in kunnen zitten? In het antwoord wat hij net geeft, dat hij en passant, volgens mij heeft hij het zelf niet eens meer in de gaten, het kleine incidenten noemt. Hawija, kleine incidenten, functie elders, kleine incidenten, bonnetjes, kleine incidenten, dividendenbakel, kleine incidenten, ja, en nu weer mijn Nokia, kleine incidenten. Zou dat het misschien kunnen zijn, minister-president? Vraag ik aan u, oprecht. De minister-president. Waar er niet meer is. Voorzitter, in de eerste plaats, ik heb een keer mevrouw Marijnen zien zeggen bij de verklaring van een verkiezingsuitslag, die is slecht voor de SP, en dat komt omdat Rutte het vertrouwen in de politiek heeft laten dalen. De macht die ze mij toekent is te groot, moet ik haar opwijzen. Volgens mij is dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid waar het betreft het vertrouwen in de politiek. Dat is niet alleen, dat ben ik niet in mijn eentje, dat doen we hier met elkaar. Dat is één. En twee, ik heb het niet over kleine incidenten. Al die dossiers zijn gigantisch. Dat bedoel ik niet met kleine incidenten. Dat weet mevrouw Marijnissen donders goed. Wat ik bedoel te zeggen is dat gepoogd wordt om te zeggen, zie je wel, die Rutte die zit de zaak te blazeren. Terwijl ik tegen mevrouw Marijnissen zeg, en we kunnen daar een tv-debat met elkaar over hebben, dan gaan we ze één voor één langs, dan spitten we ze helemaal uit. En dan zal heel Nederland zien, er zijn ongetwijfeld fouten gemaakt, dingen niet goed gegaan, et cetera. Maar het fundamentele beeld wat hier wordt opgeroepen van Rutte heeft in al die dossiers de zaak zitten belazeren, is van A tot Z niet waar. Is gewoon niet terecht. En dat weet ze ook. En dat wordt opgeteld, bij elkaar gepakt. En nogmaals, ik heb die dikke huid, dus ik kan er allemaal wel tegen. Maar ik merk dat het langzamerhand ook begint te knagen aan hoe mensen naar het parlement kijken, naar de politiek kijken, en ook hoe daar in het kabinet, hoe wij met elkaar het plezier wat we beleven gewoon in het politieke vak uitoefenen, wat zo belangrijk is voor het openbaar bestuur. Dank u wel. Mevrouw Marijnissen, tot slot. Ja, ik vind het stuitend. Voor mij is dit de arrogantie van de macht die spreekt. Sorry, ik weet dat het grote woorden zijn, maar ik meen het echt. Als degene die hier al jarenlang, periodes lang, hij is nu in zijn vierde kabinet bezig, ons meent de maten moeten nemen, of zelfs te waarschuwen, begrijp ik, te waarschuwen voor het dalende vertrouwen. Ze zeggen, ga praten met mensen die getroffen zijn in het toeslagenschandaal. Ga praten met de mensen uit Groningen. Dan zult u horen waarom dat vertrouwen dalende is.